Ondernemers die in de productiesector zitten, hebben de afgelopen 4 weken een forse daling gemerkt in hun omzet. Dit zegt Virgil Platt, directeur van Furlans Food. Als je in de productiesector zit, ben je afhankelijk van de winkels waar jouw producten worden verkocht. Ongeveer 50% van de winkels is nu nog gesloten en dat maakt het tot een uitdagende periode voor ons, benadrukt Platt. Hoe overleef je? Want één, je kan niet produceren. Als je niet kan leveren, kan je niet produceren. Klopt. Dus dan moet je creatief gaan zijn als ondernemer. Van hoe overleef je de situatie? En hoe zorg je ervoor dat de mensen die je in dienst hebt, we hebben daar 18 mensen in dienst, toch in dienst kan houden? En uitbetalen, dat je ze kan uitbetalen. Absoluut, absoluut. Klopt. Dus ja, we waren al bezig met het bouwen van een supermarkt. Het is nog niet af natuurlijk. We hadden echt zoiets van, weet je, aangezien wij geen producten kunnen leveren voor de supermarkten en de winkels gesloten zijn en mensen toch wel inkopen willen doen, waarom niet onze magazijn openbreken en als alternatief zijn voor de mensen die graag huishoudelijke spullen willen kopen. Niet alleen maar huishoudelijke spullen, maar de spullen die je nodig hebt in de keuken om te overleven in die situatie. Dus we zijn toen gestart op 11 april met de eigen supermarkt op ons adres aan de Livornoweg. Alleen om onze mensen één te accommoderen, dat de mensen een baan hebben en dat die mensen aan het eind van de maand uitbetaald kunnen worden. Maar natuurlijk aan de andere kant ook om het volk te accommoderen, ja, dat ze bij ons elke dag tot 6 uur de producten kunnen halen die ze nodig hebben. Okay. Platt zegt dat zijn team uit 18 personen bestaat. Deze medewerkers zijn door de jaren heen een familie geworden en dat maakt het makkelijk om met hun samen te werken. Het is altijd belangrijk dat ze zich deel voelen van het team. En ze hebben natuurlijk heel veel liefde voor hun werk en natuurlijk ook voor de organisatie. En we proberen het zo te houden. Natuurlijk, af en toe is er een pep talk. En we hebben altijd een luisterend oor om te kijken als we kunnen helpen, mocht het zijn dat ze in een of andere situatie zitten. Ja. Neem jij de voorzorgsmaatregelen ook in acht? De handen wassen, vaker wassen, social distance, 2 meter afstand. Hoe ga jij daarmee om? Oké, sowieso. Los van onze supermarkt gaat onze productie nog door. Wat we hebben gedaan, we hebben zeker 12 mensen in de productie. We proberen ze natuurlijk in 2 shiften te delen. Doordat ze niet iedereen, of doordat niet iedereen, alle 12 mensen 1 keer in de productie zijn, hebben we dan bijvoorbeeld 2 shiften. Je hebt eerst 6 mensen en daarna weer 6 mensen. Dat is een van de dingen dat we hebben gedaan. Het tweede dat we hebben gedaan is dat we hand sanitizer hebben geplaatst in het gebouw. Ook natuurlijk voor de klanten die komen naar de supermarkt, zodat ze hun handen eerst desinfecteren voordat ze komen. En natuurlijk de basic veiligheidsvoorschriften van het COVID-team, dat nemen we sowieso weer acht. Dat was Virgil Platt, directeur van Furlans Food. Hij geeft aan dat ondernemers die in de productiesector zitten het nu moeilijk hebben. Platt heeft een eigen winkel geopend om de samenleving van dienst te zijn.